Ja, non du du. Gaan we weer. Nou ja, heel erg vervelend, maar ik heb goed nieuws voor je. Ik blijf gewoon lekker video's maken hier vanuit de Efteling. Goedemorgen allemaal, welkom in de Efteling. Ik ben net even geweest ontbijten bij Bakkerij Krumel. Mijn mening dadelijk daarover. We gaan vandaag even een rondje lopen. Heel veel updates, vooral bij Sirocco en Archipel is er eigenlijk heel erg veel gebeurd. Net een dag nadat ik zeg maar, ik had op dinsdag gefilmd, zoals je in een vorige video had gezien, vorige week dinsdag. En op woensdag kwam letterlijk alles waar ik voor aan het wachten was. Dus we moeten even terugkomen, dadelijk even op terug. En we gaan nog een rondje lopen hier in het park. Dus laten we beginnen. Let's go! Hierachter vind ik later op de dag iets super tofs plaats. Daar kom ik later vandaag op terug. Nee, ik ben het wezen ontbijten bij Bakkerij Krumel. Maar voordat ik het daarover ga hebben, abonneer eventjes. Weet je, hè, ik heb goed nieuws voor je. Ook al gaan we in keiharde lockdown, er blijven gewoon Efteling video's online komen. Hier vanuit de Efteling. Dus alle redenen. Wel leuk kanaal op Bart. Dus alle redenen om gewoon lekker te abonneren. Want ik zie geen reden om dat niet te doen. Dus abonneer je als je dat nog niet had gedaan. We gaan het eens even over hebben over Bakkerij Krumel. Ik was het net wezen eten. En ik had een deugnietje, een croissant en een worstenbroodje. Weet je wat het is? Kijk, je haalt zeg maar eerst haal je broodjes. En daarna moet je afrekenen. Maar tijdens het afrekenen haal je ook je koffie. Bij Bakkerij Krumel hebben ze ervoor gekozen om hele verse koffie te maken. Dat is zo'n barista koffiezetautomaat. Dat zijn echt van die hele vers gemalen koffiebonen. Nou, helemaal leuk, helemaal tof. Alleen dat duurt super lang. Het duurt echt heel erg lang, omdat dat allemaal vers is en dan moet iedere keer schoongemaakt worden en gereinigd worden. En dan denk ik, oké, ik snap hè, ik zeg dat het moet vers zijn, dat is prima. Alleen het is nou zo vers, dat je zeg maar zo lang in de rij staat te wachten, dat je warme broodjes gewoon koud zijn. Mijn worstenbroodje en mijn deugnietje waren koud. Dus dat is een dingetje, ja, dan denk ik van ja, ik heb hele lekkere koffie gehad, super lekker, niks mis mee, super vers. Maar omdat ik zo lang sta te wachten, zijn mijn broodjes wel koud. Maar voor de rest heerlijk gegeten, echt aanraden. Ik heb toevallig laatst een ontbijtvideo hier gemaakt, dus met alle toffe ontbijtjes. Hier in de Efteling die je kan proberen in de ochtend. Dat was een speciale video. Check die zeker op mijn kanaal. Je hebt nou toch niks te doen de komende weken. Alleen toen was Bakkerij Krumel nog niet open. Alleen ik heb hem net even getest. En ja, voor herhaling vatbaar. Zeker lekker. Goed, we gaan het park in. Want er is heel veel te bespreken. Ondanks dat het vandaag zaterdag is. En ze waarschijnlijk de Efteling dicht gaat gooien. Houdt het mensen niet tegen om hier te komen. Het is echt best druk vandaag. Dus de laatste tijd is het niet zo heel druk geweest hier. Sowieso, als ik normaal gesproken door de week opneem. Is het heel erg rustig in het park. Dat is altijd wel lekker. Maar het is even wennen. Wat meer mensen bij elkaar. Maar ja, het is logisch. Het is weekend natuurlijk. We lopen eens even naar Langnek toe. Want er is nieuws over Langnek. En groot nieuws zelfs. Heel groot nieuws. Een paar weken geleden is de vis natuurlijk uit de verpakking gekomen. Een hele lange renovatie. Maar ik moet zeggen, hij ziet er nog prachtig uit. En het is natuurlijk nou niet echt weer waardoor die vis zo mooi blijft. Maar hij ziet er echt mooi, mooi uit. Top. Toch, ik moet je zeggen, ik kom hier natuurlijk heel erg vaak zoals je weet. Dus ik sla wel eens een keer het Sprookjesbos over. Althans, ik loop er dan doorheen als shortcut om naar de andere kant van het park te gaan. Maar je kunt veel over de Efteling zeggen. En je kunt ook zeggen dat tegenwoordig niet alle attracties meer helemaal 100% mooier uitzien. Maar het Sprookjesbos blijft wel heel erg gaaf hoor. Dat blijft er wel echt tip-top in orde uitzien. Echt heel erg tof. Ja. Het is binnenkort feest in de Efteling. Op 31 mei bestaat de Efteling 70 jaar. En het is gewoon iets in pretparkland. Dat jubileums, verjaardagen van pretpark gewoon heel erg groot gevierd worden. Disneyland bestaat aankomend jaar 30 jaar, wordt heel groot gevierd. En de Efteling bestaat er 70 jaar en wordt nog groter gevierd, denk ik. Nou ja, bij de Disneyland komt er een heel nieuw themagebied. Maar dat geheel terzijde. De Efteling heeft van de week aankondigingen naar buiten gebracht over de 70ste verjaardag. Vanaf februari, nadat de winter Efteling afgelopen is, gaan wij al toffe dingen zien van de 70ste verjaardag hier in het park. Zo krijgt hij een feesthoedje op. Mooi hè? Zal er overal in het park feestmuziek te horen zijn en feestversiering. En om 4 uur gaat er iets gebeuren in het park, waardoor heel het park tegelijkertijd feest viert. Ja, voor de 70ste verjaardag van de Efteling. Dat is vanaf februari. Vanaf april gaan er nog meer activiteiten komen in het park. Dat gaat plaatsvinden tussen april en oktober. Dus als je vanaf februari bent, heb je een beetje feest. Maar ben je er tussen april en oktober, heb je heel veel feest. Want dan komt er nog iets anders tofs. Ze hebben iets heel erg gaafs aangekondigd.
aangekondigd. Namelijk een nieuw sprookje. Ja, alleen niet in het Sprookjesbos. Ik ga je laten zien waar dat sprookje gaat komen. Hier, op de speelweide, waar nu de warme winterweide is, kun je vanaf april naar een nieuw sprookje kijken. Wat zeg ik? Een sprookje, een pop-up sprookje. En een pop-up sprookje is eigenlijk een ander woord voor een tijdelijk sprookje. Dat waarschijnlijk alleen tijdens de maanden dat de Efteling dus de 70ste verjaardag viert, hier te zien zou zijn. Nou, en wat nou heel erg leuk is, ze hebben dus van de week een filmpje online geknald. En dat filmpje, dat werd dus aangekondigd dat de Efteling 70 jaar bestaat. En daar waren wat... Dat Easter Egg in verstopt, waaruit heel veel mensen, echt mijn DM-boxje is echt overgestroomd. En die dachten dus dat het sprookje dat hier dan zal gaan komen, Alice in Wonderland wordt. Waarom? Ja, ik snap het wel hoor, want er was op een duur in dat filmpje, was er een mok, of een kopje, waar dus op stond pop-up. Nou ja, theekopje, Alice in Wonderland. En daarna was er ook een grote feesthoed met grote veren, die dus... ook kan verwijzen naar Alice in Wonderland. Nou ja, dat soort dingen. Ik ga je één ding vertellen. Allemaal heel leuk bedacht. Dat hebben ze gewoon expres gedaan. Dat hebben ze echt expres gedaan. Hier gaat echt geen Alice in Wonderland komen. Echt niet. Nee, ik denk dat het gewoon een sprookje wordt met een eigen verzonnen verhaal van joh, 70 jaar Efteling, dit, dat, zo, leuk. Het had herinneringen of zo van mensen. Daar gaat echt geen Alice in Wonderland worden. Echt niet. Waarom? Omdat er een ander park is waar ik heel erg graag kom. In Parijs. En die houden ook heel erg van Alice in Wonderland. Dus dat gaan ze hier gewoon niet doen. Maar wel super tof. Een pop-up sprookje. Helaas aankomend jaar geen nieuwe grote attractie. Bij de 65ste verjaardag had het natuurlijk symbolica. Dat helaas niet dit jaar, maar dit zal wel erg tof zijn. En ik heb nog meer nieuws hier op de warme winterweide, maar dan draai ik mijn camera even om. Kijk, dit pleintje hier kennen we allemaal van dat hier dus entertainment showtjes zijn van de Vuurprins en de Sneeuwprinses. Nou, de laatste paar weken waren die showtjes afgezegd. Je kon de Vuurprins en de Sneeuwprinses alleen maar bij de koets ontmoeten waar dus normaal Pardoes stond. Ze hebben vanaf nu, maar ja, het is dicht, dus dat gaat een beetje lastig. Hebben ze weer het showtje teruggebracht, maar je moet zitten. Dus als je hier naar het showtje wilt komen kijken, moet je op een van deze banken zitten. En anders dan word je gewoon weggestuurd. Dus ik denk dat het best wel goed is, want ja, beter zitten en dat het showtje door kan gaan, dan allemaal gek doen en dat er geen showtje is. Dus dat is tof, ga het even laten, want ik heb alweer genoeg sneeuwbomen gezien voor vandaag. We gaan ons richten tot Ruigerijk. Let's go. Soms kan ik je veel vertellen zonder dat ik al te veel woorden gebruik. He is back again. We gaan een ritje maken, let's go. We staan nu voor de bouwplaats van de wereld van Sinbad. En laten we maar gewoon net doen alsof er helemaal geen lockdown is. En of dat de Efteling gewoon lekker open is. Echt letterlijk een dag na mijn vorige update video gaat de Efteling online knallen wanneer de wereld van Sinbad open gaat. En dat zal namelijk zijn op 1 januari. Je snapt wat ik bedoel. Er is afgelopen week ontzettend veel gebeurd hier. Zo zijn de scheepjes, oftewel de karretjes van de wereld van Sirocco, aangekomen en staan al op de draaischijf. Ze hebben dezelfde vorm van de binnenkant als de kookpotten van Monsieur Canibal. Gewoon nog in een cirkeltje zit je met elkaar in zo'n schipje. Alleen de buitenkant is veranderd. En de buitenkant is in de vorm van een schip. En eigenlijk in hetzelfde thema, kleuren, als het schip dat je ziet bij Archipel. Heel erg gaaf. Ze hebben zelfs al een testrondje gemaakt. We gaan kijken naar wat beelden. Ja, echt fantastisch. Echt super vet. Dit zou echt gewoon bijna open gaan. Het ziet er ook gaaf uit. En het voelt ook echt alsof het echt bijna open gaat. Maar ja, het gaat bijna niet open, want we zijn niet meer welkom hier. Maar ik was afgelopen donderdag was ik hier in de Efteling. En toen waren ze bezig met een hele grote rots, is het eigenlijk. Een hele grote steen die voor de ingang van Archipel staat. En die liet ik je in de vorige video ook al zien. Dat is die grijze rots waar dus ook vogelrok op ingegraveerd is. Daar waren ze van de week mee bezig. Daar heb ik even een filmpje van gemaakt met mijn iPhone. We'll be right back.
Ja, super tof. Je ziet het heel slecht, maar op de achtergrond is directeur Fons Jurgens foto's aan het maken van nieuwe pins die op zijn borst had, op zijn jasje. Ik weet niet welke pins het waren, daar kon ik het te slecht voor zien. Maar ja, dat is leuk, tof. Nog meer nieuws. Ze hebben in het watertje rondom Sirocco hebben ze effecten toegevoegd. Zo komt er een spuitende fontein en liggen er in het water allemaal, kijk, gele en blauwe reddingsboeien. En die zullen dan ook, zeg maar, als de attractie open is, onder water gaan en weer naar boven komen. We gaan nu naar wat beelden kijken van het gebied. Sowieso zijn er nog een paar dingetjes gebeurd met de beplanting, met de plantjes. Ik kreeg wat reacties onder mijn vorige update video rondom de beplanting van de bamboe bij de strook naast de vogelrok. Nou, daar hebben ze dus een aantal kleine palmboompjes toegevoegd. En bij Archipel is er allemaal bamboe toegevoegd. Dus daar gaan we naar kijken. Oh ja, nog iets. Er ligt water in Archipel. Want ja, hey, het is een waterspeeltuin. Goed, we gaan kijken. Tof primeurtje. Ik heb het helemaal vergeten te zeggen. Ik ben het helemaal vergeten. Sirocco, Simbad zelf, krijgt ook een toffe stem. Ik zag op Facebook, het kwam zomaar voorbij, dat iemand die al eerder in de Efteling heeft geacteerd, bij René Merkelbach een stem heeft ingesproken voor Simbad. Super gaaf. Dus we gaan zien wat hij daar allemaal te babbelen heeft als het open gaat. We gaan door in het park. Ach, dan doen we nog één primeurtje. Eentje. In principe is het vaak zo dat als er iets nieuws open gaat in de Efteling, dat mensen met een jaarkaart van de Efteling al een paar dagen eerder de attractie of iets nieuws mogen testen. Laatst was dat bij Bakker en Krumel. Bij Sirocco in Archipel zou dat niet zijn. Het gebied zou gewoon op 1 januari open gaan en dan gewoon voor iedereen. Hoe dat nou dadelijk weer is als de Efteling weer open gaat, dat weet ik niet. Hier in de oude maskamer. Twee nieuwe truien zijn er sinds afgelopen week bijgekomen. Deze. Het is een grijze trui met heel groot. Nou, kan er nog groter. Echt niet. Efteling sinds 1952 met een kleine boodschap. En heel veel mensen zeggen altijd, Bart, waarom draag je nou een Efteling kleren? Nou, deze tweede nieuwe trui is daar een heel goed voorbeeld van. Het is een prima trui. Groen, met logo, met groen tint. Dus hij begint bij heel lichtgroen en eindigt met heel donkergroen. Echt prima. Zo zou ik hem kopen, meteen aandoen, niks mis mee. Maar dan draai je hem om, ja, dan staat dit heel groot in het groot op. Ja, dat vind ik echt niet mooi. Als ze dit gewoon weg hadden gelaten, had ik hem meteen gekocht. En dan denk ik ook dat veel meer mensen hem ook hadden gekocht. Want dit, ja, dit is gewoon een beetje te, snap je? En hier ook, kijk, hier ga je gewoon, ja, niet mee lopen. Datzelfde bij deze. Kijk, hier is er weer met dat rode. Waarom moet het allemaal zo opvallend en groot? Ik vind het hartstikke mooi trui. Echt niks mis mee. Maar ja, ik zou het toch wel heel erg tof vinden als ze met die 70ste verjaardag wat merch uit gaan brengen die wat subtieler zijn. Dat zal toch wel echt wel tof zijn. Deze bulldozer hier. Vorige week kon ik je melden tot alleen vuur alweer open was. Eindelijk en water nog niet. Nou, er zijn berichten tot mijn oren gekomen dat afgelopen week ook de waterbaan heeft gedraaid. Dus dat ze weer samen hebben gedraaid. Ik heb het gecheckt, dat klopt. Alleen nu op zaterdag draait alleen vuur weer en is water nog steeds kapot. Dus je ziet dat ze langzaamaan weer altijd weer terugkomen. Maar het lijkt dat water toch nog wel meer tijd nodig heeft om iedere dag mee te draaien. Dan nog super, super, super gaaf nieuws. En helaas kan ik op het moment van opname nog niet voorspellen wat daarmee gaat gebeuren. Maar begin vorige week meldde Pretpark Podcast Team Talk dat de streamers naar de Efteling komen. De streamers is eigenlijk een band met allemaal bekende Nederlandse artiesten die steeds livestreams houden in lockdown. Nou, en die kwamen met het nieuws dat de volgende streamers live concert in de Efteling plaats zou gaan vinden. Nou, en afgelopen vrijdag kwam het nieuws inderdaad naar buiten. Het gaat plaatsvinden op tweede kerstdag om 8:30 s'avonds. Je kan het alleen zien om via die website tickets te kopen. Het zijn gratis tickets. Dus je koopt gratis tickets en je kan dan een donatie doen aan UNICEF. Als je dat zou willen, een fooipot noemen ze dat dan. Ja, ik weet nu nog niet of dat doorgaat. Ik zou het wel checken als ik jou was, want het is wel super vet. Het is altijd heel erg groots opgezet. Ja, en ik ben wel benieuwd hoe ze dat hier, ja, gaan doen. Waar ze het podium neer gaan zetten en zo. Dus dat is wel tof om in de gaten te houden. Alleen nogmaals, ik weet niet of dat het nu doorgaat. Ik heb wel nog een ander tof nieuwtje en daarvan weet ik zeker dat het doorgaat. Mijn grote, grote, grote vrienden van de Efteling fansite en tegenwoordig ook Europa Park fansite, de Vijf Zintuigen, hebben op 3 oktober een super gave première gehouden waar hun Fata Morgana documentaire vertoond werd. Ik heb daar ook een losse video gemaakt. Check die zeker op mijn kanaal. En wat hun hebben gedaan, hun hebben een 2-urige docu gemaakt van Fata Morgana. Ze spreken mensen die mee hebben gewerkt aan het
ontwerp, aan het maken van de attractie, echt super vet. En ze gaan nu speciaal voor de Efteling fans de documentaire op YouTube zetten. Het wordt een tweedelige docu en op eerste kerstdag komt het eerste deel online, dus het eerste uur. En op 1 januari, een weekje later, komt het tweede deel online. Ga dat zeker checken, want het is echt een adembenemende documentaire. Echt fantastisch. Goed, dit over Fata. Wij gaan het park verlaten, want we hebben een update met iets met een hotel en een ingang en iets wat nog niet bekend is gemaakt. Nou ja, je weet wat ik bedoel. We gaan naar het hotel. Oei, 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 oei. Bartje Baan heeft de locatie van de streamers gevonden. Kom even. Kijk eens. Opgelost. Streamers, als het doorgaat, zal plaatsvinden voor het Efteling Theater. Weet je dat ook weer? Wist je vorige week dat ik het had over deze palen die ze hebben aangelegd hier? Het lijkt erop dat ze nog meer palen hebben aangelegd hier zo aan de voorkant. Ik weet dat niet zeker, maar zo ziet dat er wel uit. En er zijn nog meer bouwdingen bijgekomen op die plek. En er zijn zelfs wat kantoortjes bijgekomen van die bouwunits. Ik denk dat dit de komende tijd gewoon een centrale bouwplek zijn. Waaruit ze alles gaan regelen. Dan nog een ander dingetje. Ik had het vorige week over die graafwerkzaamheden. Daar helemaal achter in de hoek. Ik ben daar deze week nog eens een paar keer goed wezen kijken. Ze zijn afgelopen week daar ook nog bezig geweest. Ze zijn nou volgens mij klaar. Het lijkt erop dat ze echt niet bezig zijn al met het hotel. Ik denk echt dat het voor een soort nieuwe weg of een nieuwe doorgang wordt vanuit hier naar het park. Althans, daar lijkt het op. Ik zou echt niet weten waarom je een weg aanlegt voor het bouwen van een nieuw hotel. Voor de rest is er afgelopen week niet heel veel naar buiten gekomen. Ja, dat er steeds meer bouwdingen hier komen en dat het steeds duidelijker en duidelijker wordt. En ik denk dat de Efteling iedere dag dat ze het nog verborgen gaan houden, iedere dag zichzelf voor de gek houden. Want ja, daar staat nog net niet heel groot hotel op het huis van de vijf zintuigen. Dus er wordt tijd dat ze het bekend gaan maken. Maar ja, is wel leuk om te zien, toch? We gaan terug naar binnen toe. Want we gaan eens even naar een showtje kijken. Ja. Hier vanaf hier kun je heel goed zien hoe groen dat huis van de vijf zintuigen is. En het helemaal aan het afbrokkelen is. Fijn dat het binnenkort aangepakt wordt, want dit is het niet waard. Vorige week liet ik je zien dat ze daar bezig waren met graafwerkzaamheden. Dit zijn dus die evenementenkassa's. Ik sta nu aan de kant van het hek waar de parkeerplaats is hier. Hier is ook een hele groen strook. En nu zijn ze ook aan de andere kant bezig, dus in deze hoek. Dus je ziet echt dat ze bezig zijn met leidingen en zo. En dat zal waarschijnlijk voor het hotel zijn. Totdat nu alvast goed ligt, zodat dadelijk hier ook mensjes deze kant op kunnen komen. Ja, wat we zo meteen gaan doen is we gaan zo meteen kijken naar Groots met de zachte G Aquanura van Guus Meeuwis. Omdat volgende week de streamers is op tweede kerstdag, had de Efteling deze week speciaal daarvoor iedere avond weer Groots met de zachte G Aquanura op het programma gezet. We gaan er dadelijk naar kijken. Ik heb trouwens nog meteen even tussendoor tof nieuws. Ik heb net te horen gekregen dat de streamers sowieso doorgaan. Dus ook al gaat de Efteling dicht, de streamers gaan sowieso door op tweede kerstdag. Ja, ik dacht dus dat Groots met de zachte G op dit moment hier was. En die is er niet, want die komt eens een uurtje later. Dan moeten we weer naar huis toe. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Check mijn Discord. Linkje hieronder. Je bent van harte welkom. Wat zullen we afspreken? Ik ben vrijdag weer terug met een nieuwe video hier vanuit de Efteling, uiteraard. Doei doei!